ben Laura, ik ben 21 jaar en ik zit in de damesploeg van Gent Rugby. Ik ben Kim, ik ben 6 jaar en ik zit in de damesploeg van Gent Rugby. Wat was de reactie van je vrienden toen je vertelde dat je rugby speelde in Gent? Oei, ja, ik ben redelijk klein en niet zo breed of zo, dus die waren allemaal... Ah, rugby, jij... Mijn vrienden verschoten eerst wel, maar die durfden soms ook wel tegen mij eens te duwen en die raakten dus ook niet omver. Dus die hadden dat wel een beetje verwacht. En jouw ouders? Die waren een beetje zo direct al zo, oei, zijn er niet veel blessures, maar langs de andere kant vonden ze dat wel tof. Waarom hebben jullie voor de sport rugby gekozen? Ja, geen idee. Ik had een vriend die dat speelde en dat leek mij wel tof om dat te doen. En dan zei hij, ah, we hebben ook een vrouwenploeg, dus kom maar eens trainen. En dan ben ik gebleven. En voor jou, wat was jouw reden? Ik was eigenlijk op zoek naar een sport, maar ik zit niet graag binnen. En ja, ik kan wel redelijk agressief zijn. En dan was mijn mama aan het kijken en dan zag ze rugby en dan zei ze, ga maar eens gaan kijken. Vinden jullie dat de jongens neerbuigend kijken ten opzichte van jullie? Oh nee, echt totaal niet eigenlijk. Nee, die zijn precies zo wel. Echt, we zijn echt één grote ploeg. En dat merk je wel. En die zijn super sympathiek. En die vinden dat echt wel tof dat het ook een vrouwploeg is.